Welkom bij alweer dag nummer 11 van de challenge, de 20 dagen challenge, elke dag een nieuwe workout. Vandaag staat er een full body workout op het programma van 35 minuten. En daarvoor heb je niet heel veel materiaal nodig, maar wel een klein beetje. Wat handig is om bij te hebben is een verhoging. Dat kan een stoel zijn of een bank, maar zorg in ieder geval dat de verhoging stabiel staat. Daarnaast heb jij, als je die thuis hebt, een resistant band nodig. Dat kan zowel een dunne als een dikke zijn. Heb je nou alleen die dunne thuis en heb je daar twee van? Pak er dan twee bij. Heb je alleen de dikke? Dan is één voldoende. Deze heb je nodig. Heb je die resistant band niet? Dan kan je ervoor kiezen om twee gewichten te pakken voor de overhead press, de shoulder press. Ik heb 2x8 kilo. We gaan heel wat herhalingen doen. Dus pak hem niet te zwaar, maar maak het voor jezelf wel uitdagend. Mocht je die gewichten nou niet hebben, dan kan je ervoor kiezen om 2 boodschappentassen te vullen met boeken of met flessen water. Zorg dat het gewicht eerlijk is verdeeld en vanuit daar kan je de overhead press doen. Mocht jij thuis nou nog zo'n mini-band hebben, zo'n resistant band, dan mag je die er ook bij pakken. Heb je die niet, dan kan je prima meedoen zonder. Maar mocht je hem wel hebben en wil je het voor jezelf wat uitdagender maken, dan mag je deze erbij pakken. Dus nog één keer kort, een verhoging voor dips. Elastieke een resistant band of de dumbbells voor de overhead press. En een mini band om de squat wat zwaarder te maken. En voor je warming up mag je er een grote handdoek bij pakken. Maar als jij die resistant band hebt, dan is dat voldoende. Mocht je die niet hebben, dan mag je er nog een handdoek bij pakken. We gaan zo starten met de warming up. En de warming up bestaat uit 4 oefeningen. En elke oefening doen wij 30 seconden lang. Dat doen we keer 4. En ertussendoor zit geen rust. Dus dat betekent dat we de komende 8 minuten bezig zijn met de warming up. Zonder rust ertussendoor. Daarna ga ik je uitleggen wat we nog meer gaan doen. Ik ga de muziek ietsjes harder zetten. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Als je de spulletjes nog niet bij de hand hebt, zet mij dan even op pauze. Pak je spulletjes erbij en dan kunnen we daarna lekker van start gaan. Yes, de muziek gaat iets harder. En we gaan starten met een warming up vanuit een plankpositie op handen en op tenen. De timer ga ik aanzetten. Dus we komen in plankpositie. Handen zijn recht onder je schouders. We gaan ze verplaatsen. 2 maal opzij, 2 maal terug. Let op, handen onder je schouders, benen willen onder spanning. 2 stappen opzij. 1. Terug. Uit. Yes. Terug naar. En uit. Heel goed. We gaan 2 stappen opzij. En je probeert je lichaam zo stil mogelijk te houden. Je benen zijn lang. Wil onder spanning. Lichaam zo stil mogelijk. Druk je handen in de grond. En als je nou denkt, Riz, ik vind het vrij lastig. Pak je hem vanaf de knieën. Dat is geen probleem. 3, 2. Nou blijf hier plankpositie. Deep lunge. Voet naast je hand. Open. Hand terug. En wissel. In. Eigen tempo. Dus als je snel wil, dan ga je snel. Wil je wat langzamer? Dan ga je wat langzamer. Zorg dat jouw voorste voet plat op de grond staat. En dat je lengte houdt in je achterste been. Open. 5 seconden nog. Dan mag je je handdoek of je resistant band erbij pakken. Kom staan. Resistant band erbij of je handdoek. En we gaan de schouders losdraaien. Je pakt het elastiek wijd vast en je houdt je armen lang. Heen en weer. Schouders laag, lengte in je armen. En het belangrijkste bij deze oefening is dat jouw armen lang blijven. Dus we gaan niet buigen, hou ze gestrekt. En hoe wijder jij dit elastiek vastpakt of je handen vastpakt, hoe makkelijker de oefening wordt. Een stukje mobiliteit voor je schouders, je bovenrug, je borst. Let op, je mag blijven staan. Side lunge naar rechts. Side lunge naar links. Heel goed, om en om. Je stapt hem uit, knie naar buiten, teen naar buiten. En jouw andere been hou je lang en gestrekt. Krachtig afzetten vanuit je been. Push. Dit zijn je 4 oefeningen van je warming up. Dit gaan we herhalen hierna nog 3 keer. 5, 4, 3, 2. Kom in plankpositie. Zijwaarts lopen voor 2. Uit. Uit. Terug. Eigen tempo. Je mag langzaam, je mag snel. Optie is vanaf de knieën. Uit, in, uit, in, uit. Je armen en benen mogen tegelijk. Je mag ook eerst je been opzij plaatsen en daarna je arm erachteraan. Die keuze is aan jou. Heupen zo stil mogelijk.
Nou, blijf je laag. We gaan gelijk door met die deep lunge. Let's go. In. Open. En als je nou moeite hebt om je voet plat op de grond neer te zetten, help jezelf dan een handje. Stop je hier. Help jezelf een handje en dan open draaien. Druk je heupen naar beneden. Open je borst. Yes. Go. Kom op. Lengte in je armen. Laatste drie. Twee. Je mag weer komen staan. Pak je resistant band. Of handdoek erbij. En dit keer hou je je linkerarm op dezelfde plek. En gaat alleen jouw rechterarm draaien. Open. Terug. Heel goed. Zoals je ziet hou ik mijn linkerarm op dezelfde plek. En mijn armen blijven lang. Dus ik voel de stretch hier in de zijkant van mijn lichaam. En weer terug. Straks doen we de andere kant. 5 seconden nog. Denk aan je armen. Als het moeilijk is, pak je hem wat wijder vast. Heel goed. We gaan terug naar de side lunges. Uit. Uit. Yes. Laag. Focus op je diepte en zorg dat je benen goed opwarmen. Adem Beyer. En waarschijnlijk live. Merk je dat je hartslag ook iets omhoog gaat. Go. Laag. Push. Laag. Op. Krachtig afzetten. Laatste 5, 4, 3, 2. Terug naar de plank. 2 maal opzij. Let's go. Uit. In. Uit. In. Heel goed. Als je nou last krijgt van je polsen, dan kan je de oefening vanaf je vuisten doen. Of, vind ik persoonlijk wel wat zwaarder, vanaf je ellebogen. Uit. In. Uit. In. Wissel. Hou lengte, alles aanspannen. 3, 2, deep lunge, let's go. Schouders boven elkaar. Achterste been lang en gestrekt, heupen naar beneden. Open je borst. Recht terug. Heel goed. Nou, mijn hartslag is hoog. 10 seconden nog. Denk aan je techniek. Hou die beweging netjes. In 3, in 2, in 1. Draai je schouders los. En dit keer hou je rechterarm op dezelfde plek. Komt-ie. Links gaat draaien. Open. Terug. Yes. Lengte je armen. Oeh. Lekker setje. Heel goed. En. Voel die stretch in de zijkant. Voel je schouders warm worden. Je bovenrug, je borst. We gaan terug. Side lunges. Go. Uit. Op. Uit. Hierna hebben we nog 1 ronde te gaan van je warming up. Zijn we alweer 8 minuten verder. Zo snel kan het gaan. Go. Laag. Krachtig afzetten. Push. Buig je voorste been of je buitenste been. Knie naar voren. Gaan we naar je laatste ronde. Kom in plankpositie. Zijwaarts lopen vanaf je handen of ellebogen. Het gaat hier niet om de snelheid. Maar het gaat echt om de controle die je houdt in je lichaam. Heupen zo stil mogelijk. Kleine pasjes. 10 seconden nog. Blijf hem doorpakken. Laatste 5, 4, 3, 2, deep lunge. There we go, laatste keer. Hup, open, down, yes. Right now you're listening to the first recording of my 2 gigs I'm doing for Hardcore. That's space this summer. This is Stronghold Radio Live. 12 seconden. Laatste 6. En hierna mag je weer je handdoek of je resistant band erbij pakken. Oké, kom staan. Nou, 2 armen tegelijk. Net als in de eerste ronde. Open. Heel goed. Hou lengte. Als het heel goed gaat, pak je hem ietsje smaller vast. 8 seconden nog. Daarna side lunges en dan ga ik je vertellen wat we nog meer gaan doen vandaag.
Heel goed. Elastiek of handdoek aan de kant. Side lunges. Uit. Door. Uit. Push. Misschien kan jij dieper zakken. Meer lengte houden in je been. Tempo iets omhoog. Kom op, pak hem door. 13 seconden. Hop. Yes. Laatste 6. Maak hem netjes af. Laatste keer nog eentje. Oké, schud even los. Neem even een slokje water als je daar behoefte aan hebt. En dan ga ik je uitleggen wat we zo gaan doen. We gaan zo namelijk niet op tijd werken. Ik loop wel naar die afstandsbediening, maar dat gaan we helemaal niet doen. We gaan vandaag op herhalingen werken. Wat we zo gaan doen, zijn twee oefeningen combineren. We starten zo met een split squat. Rechterbeen voor, links achter. Dat gaan we op een bepaalde tempo doen. Dus eerst 8 singles, daarna 3 pulses onderin. Daarna hou je hem onderin vast. En daarna 16 pulses onderin. Ik ga het je allemaal vertellen. Het belangrijkste is dat je mijn tempo vasthoudt. Ja, dus vandaag hou je mijn tempo aan. Daarna doen we een push-up. Die doen we gewoon 12 keer heel rustig. Daarna gaan we weer terug naar die split squat en weer push-up. Dus die ronde doen we 2 keer. En zo gaan we dat met verschillende oefeningen doen. De eerste waar we mee starten is een split squat. Strekken. Als je nou het zwaarder wilt, dan kan je er dus gewichten bij pakken. Om het voor jezelf wat uitdagender te maken. Dus 2 dumbbells hier of een gewichtje hier voor je borst. Dat mag, dat hoeft niet. Push-up kan je vanaf de grond doen, maar kan je ook vanaf een verhoging doen. Yes? Hoe hoger jouw verhoging is, hoe makkelijker de oefening wordt. Nogmaals, hou mijn tempo aan. Dan moet het allemaal goed komen. Neem nog even gauw een slokje water, dan doe ik dat ook. En dan kunnen we van start gaan. Ik ga die andere oefeningen nog niet uitleggen, want dat kan je toch allemaal niet onthouden. Dus ik leg het per blokje leg ik het uit. Nogmaals, mijn tempo vasthouden. Oké, rechterbeen, zei ik. Rechterbeen voor, linkerbeen achter. Dus je komt eerst schouderbreed staan, recht naar achter. En belangrijk bij deze oefening is dat je naar voren leunt. Je maakt de beweging uit je voorste been. En we starten zo met 8 singles. Knie naar voren, let's go. 8. 7. Druk je knie naar voren en druk jouw voorste voet plat in de grond. Nog 4. 3. 2. Laatste. 3 pulses onderin. 3, 2, 1. Nog een keer. 3, 2, 1. Op, go. 3, 2, 1. Maak die beweging uit je voorste been. Oké, down and hold. Vast. Laag. Vast en heel langzaam op. Nog een keer. Laag. Vast. Langzaam omhoog. Nog 2 keer. Bovenin. Strek je been helemaal uit. En druk je knie naar je kleine teen toe. 16 pulses onderin. 16, 15, 14. Kleine bewegingen onderin. Zet hem door. Druk je voet in de grond. 8, 7, 6. Blijf naar voren leunen. In 4, 3. Nou een hele snelle wissel. Single tempo. 8, 7. Je moet scherp blijven. Yes. Nogmaals. Maak de beweging uit je voorste been. Voor 4, 3. 2, 3 pulses onderin. Komt-ie. 3, 2, 1. En focus op je diepte. Dit wil ik niet hebben. Ik wil dat je diep zakt. Dat je je knie naar voren en naar buiten drukt. Laatste 3. 3, 2, down and hold. Vast, vast. En langzaam op. Niet chillen op de vloer. Vast, net daarboven. Op, omhoog. Vast. Strek je been uit. En vast. 16 pulses. Go. 16. 15. Woe. Focus op je voorste been. Voel die benen verzuren. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En schud los. Oh. Oh, dit brandt. Gelukkig gaan we dat zo nog een keer doen. Oké, let op. We gaan door met de push-up. Dat doen we 12 herhalingen. Kan met je handen op een verhoging. Nogmaals, hoe hoger jouw verhoging is, hoe makkelijker de oefening wordt. Kan ook vanaf de grond. Mocht je geen verhoging in de buurt hebben, pak hem dan vanaf de knieën. Ja? Ik heb liever dat jij diep zakt, maar een optie lichter pakt, dan dat je jezelf heel moeilijk maakt en halve bewegingen maakt. 12 keer.
Spreid je handen goed. Kom in plankpositie. Nou, kantel je bekken, span je billen aan. Kan ook vanaf de knieën. 12 push-ups, mijn tempo. Kom op. Zakken. Duw uit. 1. Zakken. 2. Laag. Laag. Op. Omhoog. Laag. Laag. Op. Dit is 4. Met je borst duik je recht tussen je handen. In 1 rechte lijn zak je naar beneden. Zakken. Hou je benen weer onder spanning. We zitten nu op achterhalingen. Nog 4 keer. Optie. Knieën. Duw uit. Strek je armen. Down. En op. Laatste 2. Op. Laatste. En op. Heel goed. Oké, schud los. Dit was ronde 1. Je mag weer gaan staan. Rechtervoet voor. Linkerbeen achter. Leun iets naar voren toe. Ik ga vanaf de zijkant laten zien. Adem een keer diep in. 8 singles. Hou vast. In 4, 3, 2, 8 keer. 8. 7. Druk je knie naar voren. 6. Knie naar buiten. 5. 4. Span bewust je voorste been aan. Laatste. 3 pulses onderin. 3, 2, 1. Strek hem uit. Maar blijf naar voren leunen. Mijn tempo hou je aan. 3, 2, 1. Push. Laatste. Nou, down and hold. Vast. Vast. Strek uit. Vast. En langzaam kom je omhoog. Nog een keer. Down. Langzaam op. Laatste. Wat gaan we doen? 16 pulses. Go, 16. Kleine bewegingen vanuit je voorste been. Zet hem door. Nog 8. 8. 7. 6. 5. Blijf scherp. Snelle wissel. Komt die single tempo. Down. Down. Kom op. 4 keer. Go. Yes. Laatste 2. Gaan we weer. 3 pulses. Let's go. 3, 2, 1. Push. 3, 2, 1. Doen we nog 2 keer. En onthoud die aantal herhalingen. Want die komen heel veel terug in deze les. Let op. Down and hold. Vast. Smeer hem uit. Focus op je diepte, maar chill hem hier niet op de grond. 2 keer. En je kan het zwaarder maken met gewicht, hè. Voor je of naast je. 16 pulses. 16. 15. Woe. Ai, dit voelen we. Kom op. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ah, hou. Oh. Ik klap bijna door mijn knieën heen. Oh. Kom in push-up positie. Handen tenen. Handen knieën. Of handen op een verhoging. 12 stuks. Spreid je handen. Kantel je bekken. Span je benen billen aan. 3, 2, 1. Go. Down. En op. 2 tellen zakken. Laag. Laag. Op. Omhoog. Duik met je borst tussen je handen. En zorg dat jouw handen naast je borst komen. Optie hier is vanaf de knieën. Maar focus op je diepte. En denk vooral je borst naar de vloer. Dus niet zozeer je neus naar de vloer. Maar denk je borst naar de vloer. Billen hou je onder spanning. Praten en tellen is lastig. Volgens mij zitten we op 8. Nog 4 keer. Down. Push. Oeh, strek je armen bovenin door. Laatste 2. Push uit. Laatste keer. En schud los. Yes. Oké, draai je polsen. We hebben zo 2 nieuwe bewegingen. En je mag, als je die hebt, je mini-band erbij pakken. Hashtag voor de squat. Om het zwaarder te maken. To get in touch on Twitter or Facebook. We are also making the first announcements on the drum code Halloween party. En je mag je resistant erbij pakken. We got a new venue this year in London. And it's also the first ever
time we do a joint neem een slok water als je daar behoefte aan hebt. In the UK. Tickets are on sale now. And for okay, full line-up, you can check my Facebook page or my Twitter page. Let op, resistant band mag je onder je knieën plaatsen. Of boven je knieën, als je die hebt. Heb je die niet, is dat niet erg. Doe je hem gewoon zonder. We hebben zo'n squat in diezelfde manier. Dus 8 singles, 3 pulses onderin. Down and hold. 16 pulses doen we keer 2. Daarna hebben we 12 keer de overhead press. Dat kan dus met die dumbbells of met resistant band. Ga dan met 1 voet opstaan of met 2 voeten. Pak hem schouderbreedte vast. Strek hem uit omhoog. Zak laag naar beneden. Yes? We starten met squats. Oké, kom staan. Tenen naar buiten, knieën naar buiten. Billen tussen je hakken. 4, 3, 8 singles. Mijn tempo. 8. 7. Je resistent bent, druk jouw knieën naar binnen. Maar jij moet kracht leveren vanuit de buitenkant van je benen en billen. Om die knieën naar buiten te houden. Nog 2 keer. 3 pulses onderin. Komt-ie. 3, 2, 1. Push. 3, 2. Nogmaals, denk je billen tussen je hakken. En druk jouw knieën naar voren. Laatste keer dit tempo. Now down and hold voor 4. Laag. Vast, langzaam op. Yes. Ook hier wil je het zware gewicht voor je borst. Go, down. Vast, langzaam op. Down, vast. 16 singles. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laatste 8. 7, 6, 5, 4, 3, 8 singles. Let's go. 1, hold. Knieën naar buiten. Voeten stevig in de grond en span bewust je benen en billen aan. Push. Laatste keer. 3 pulses onderin. 3, 2, 1, push. 3. Voel die bovenbenen werken. Voel die billen branden als je die resistent band hebt. 2. 1, down and hold. Vast. Push omhoog. Smeer hem uit. Hold. Langzaam op. Yes. Laatste keer. Nou, wat gaan we doen? 16 pulses. Go. 16. 15. Kleine bewegingen onderin. Oh, dit is lekker. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Oh. Oké, resistant band mag je afdoen. Of even om je heupen, wat je fijn vindt. Dan mag je resistant band je grote erbij pakken. Of je dumbbells. Voor de overhead press doen we 12 keer. Ga je met 1 voet op het elastiek staan, dan maak je het ietsjes lichter. En met 2 voeten maak je het iets zwaarder. Pak een bovenhand vast. Draai je ellebogen in het elastiek. Lift je borst. 12 herhalingen. There we go. Komt ie. 1. En langzaam down. Nog een keer. 2. Armen strek je uit. Schouders hou je laag. En je hoeft je armen niet licht gebogen te houden. Ook hier strek ze helemaal uit. 5. Gewicht is op je voorste been. En voorkom dat je gaat hangen in je heupen. Push. 8. Doen we nog 4 keer. Strek hem uit. Recht boven je hoofd. Oh. 2 keer nog. Hup. En down. Laatste. Op. En down. Yes. Oké. Okay, ontspan. En we gaan de kant. We gaan terug naar je squats. Onder of boven je knieën. Boven je knieën maak je het ietsjes makkelijker voor jezelf. En je ziet wel in wat voor bui ik ben vandaag. 1-1 voeten op de elastiek. Elastiek boven de knieën. We gaan weer starten met de squat. Maak je klaar. Kom in squatpositie staan. We starten zo met 8 pulses. Of nee, sorry, 8 singles. In 3, 2, 1. Go. Laag. Op. En ondanks dat ik
elastiek jouw knie naar binnen drukt. Lever kracht voor die knieën naar buiten. 2 keer. 3 pulses, let's go. 3, 2, 1, push. 3, 2, 1, push. Billen tussen je hakken, recht terug. Laatste keer dit tempo. Nou, down en hold. Vast. Smeer hem uit, maar strek je benen uit. Down. Vast. Op. Omhoog. Wat gaan we doen? 16 pulses. There we go. 16. 15. Woe. Oh. Dit is lekker. Zet hem door. Voet in de grond. 8. 7. 6. 5. 4. We zijn er nog niet. 8 singles. Let's go. 8. Diep zakken. Knieën naar buiten. Benen onder spanning. 4 keer. 4. 3. 2. 3 pulses. Komt ie. 3. 2. 1. Push. 3. 2. 1. Oh. Laatste keer. Now down and hold. Go vast, blijf hier en smeer hem uit. Sneller, hou hem vast. Oh, laatste keer. Down, vast. 16 pulses, let's go. 16. Woo. Kom op. Tandjes op elkaar, dit is zwaar. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Oh. 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 Jongens. Nu zit de nummer af. Grote elastiek mag je erbij pakken op je dumbbells. 1 voet op gaan staan of 2 voeten. Breng de dumbbells voor je schouders of resisten met voor je schouders. Maak je klaar. We gaan starten. 12 herhalingen. Let's go. Push. Down. Strek je armen uit. Hou je benen binnen in het slot. En tik onderin je schouders aan. Dus je wilt die hele beweging zo groot mogelijk. Recht omhoog. Zit op 5. Push. Lichaam zo stil mogelijk. En probeer hier te voorkomen dat je die heupen naar voren gaat drukken. Nog 3 keer. 3. Down. 2. Down. Laatste keer. Vast. Nog 1 extra voor de zekerheid. Go. Vast. En ontspan. Yes. Oké, schud even los. We hebben 2 blokjes gehad. We hebben nog 2 blokjes te gaan. Neem een slok water. Kom heel even op adem. En we gaan door naar blokje 3. En bij blokje 3 heb je je stoel nodig voor de dips. We hebben zo namelijk een lower back. Dus liggend op je buik. En die doen we in dezelfde, op dezelfde manier. Dus 8 bovenin. Sorry, 8 pulses. 3 bovenin. Up and hold. 16 pulses onderin. Doen we op dezelfde manier als in blokje 1 en 2. En daarna hebben we gewoon 12 dips. Ook weer 2 blokjes. Yes, dus je mag op je rug komen liggen. Verhoging in de buurt. Je houdt weer mijn tempo aan. Of je nou wil of niet, je houdt mijn tempo aan. Tenen druk je in de grond. Maak je klaar. Handen zijn voor. We hebben 8 singles, dus je komt omhoog. Schouderbladen in en uit. Tenen hou je in de grond. Dat is de beweging. Yes, maak je klaar. We gaan starten in 4, 3, 8 singles. Let's go. Op. Laag. 2. Laag. Op. Billen onder spanning. Lengte in je armen. Op. Doe nog 4 keer. Iets hoger. En hou je tenen in de grond. Push. Schouderbladen samen. Laatste 2. Some messages over Twitter. Laatste. In de top, 3 pulses bovenin, komt ie. 3, 2, 1, down. Always provide a big lift. Thank heel goed, 3 pulses. 3,
2, 1, laag. Adembeer 3, 2, nou up and hold. Hou vast. Vast. Blijf hier. Blijf hier. Down. Up. Alyssa Fast. Boyzel. Fast. Drunker Records. Down. Only drunk allows me to tolerate waiting at the doctor's laatste office keer. For only 2 hours. Let keep up. 16 pulses. Keep the tweets coming 16. In. Hashtag drunk live or hashtag DCR207 to get in 12, touch on Twitter. 11. Facebook. 10. Dit tempo. 8. 7. 6. 5. Billen onder spanning. Nou single tempo 8 keer. Fast. En down. Je houdt je kin richting je borst en je neus naar het matje. Doe je nek in het verlengde van je rug. Komt-ie. Op. Doe nog 4 keer dit tempo. En dit ga je voelen in je onderrug. In je billen en in je bovenrug. Woe. 2 keer. Laatste. Let op. 3 pulses bovenin. 3, 2, 1... Down. 3, 2, dit doet pijn. Ah, oh. 3. Oh. Hup. Up and hold, let's go. Vast, vast, vast. Laag. Op. 2, 3. Down nog 2. Laatste. Oh, wat gaan we doen? 16 pulses. 16. Kom op, ietsjes hoger hierna, een korte break. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, handen onder je schouders. Heel even ontspannen in child's pose. Knieën wijd, binnen naar je hakken. Oh, dit kan niet goed zijn, zou je denken, toch? Oh. En dit mag je in je rug voelen, hè? Die spieren die moeten werken. Heel even je billen ontspannen. Op je hakken, handen van je af. We gaan zo naar 12 dipjes en daarna doen we dit blokje nog een keer. Alleen doen we de lower back maar 1 ronde daarna. Je mag komen zitten bij je verhoging. Hou je billen dicht bij het bankje. 12 singles. Voeten wat verder van je vandaan maakt het iets lichter. Voeten dichterbij maakt het ietsje zwaarder. Borst op, vingers naar voren, maak je klaar. Single tempo, let's go. Down, up. 2. Je drukt je ellebogen naar achter. Je houdt je billen zo dicht bij je verhoging. Borst hou je op. Schouders laag. We zitten al op achterhaling. Nog 4 keer. 4. 3. 2. Zullen we er nog een paar extra doen? Nog 3 extra. Gewoon voor de gein. 1. Hop. 2. Laatste keer. Dat is flauw, hè? Oké, schud los. Maar dit was oké te doen, toch? Vergeleken met die onderrug. Dat was die prima terug. Dan gaan we weer terug naar je lower back. Alleen dit keer doen we maar 1 blokje. Kom liggen op je buik. Maak jezelf klaar. We starten in 4, 3, single tempo 8 keer. Vast. Zakken, billen onder spanning. Vast. Schouderbladen samen. Lengte voor in je armen. Doen we nog 4 keer. Kom maar. 4. En down. 3. En down. 2. Laatste keer. We gaan terug naar je 3 pulses bovenin. 1 ronde maar. 3. 2. 1 en down. Nog een keer. 3. 2. 1. Poeh. Misschien kan jij hoger met je borst. Hou je tenen op de grond. Nou, up and hold. Let's go. Vast. 2, 3, zakken. Laag. Oh, nog 2 maal. Laatste. Let op, we hebben 16 pulses bovenin. 16, 15. Woe. Dit is je laatste blok. Hierna hoef je deze oefening niet meer te doen voor vandaag. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Handen onder je schouders, knieën naar buiten, billen naar je hakken. En ontspan het child's pose. Plaats je handen zo ver mogelijk van je vandaan. Maar hou je billen op de grond. En echt, geloof me als je nu denkt, dit is niet goed. Die spieren die zijn aan het werk.
is oké. Okay. Is oké. Okay. Probeer even te ontspannen. Adem rustig in. Adem uit. Heel goed. Je mag voor je dipje klaarmaken. Laatste keer. Daarna hebben we nog wat buikspieroefeningen en dan ben je alweer klaar voor vandaag. Handen. Smal. Ellebogen smal. Lift je borst. Maak je klaar. We gaan door in single tempo 12 keer. Laag. Neem 15. Dat deden we net ook. Moeten we nu ook. Anders kan mijn hoofd kan dat niet aan. Down. Up. 5. 6. Wil je meer? Benen van je af. 7. Maar hou je billen dichtbij. Bovenin. Strek je armen uit. Nog 5 keer. 1. 2. 3. 4. Laatste keer. Heel goed. En ontspan. Heel goed. We hebben nog 1 blokje buikspieren. We hebben zo crunches. Heel simpel crunches. Maar ik wil wel dat je hem goed uitvoert. Dus je mag zo komen liggen. Ik ga je laten zien wat ik wil hebben en wat ik niet wil hebben. Let op. Je lift zo je schouders los van de grond. En je denkt je borst richting het plafond. Dat is wat ik wil hebben. Je hebt een denkbeeldig lijntje van je borstbeen naar je navel. En dat lijntje maak je kort. Wat ik niet wil hebben is dit. Beweging uit de nek. Ben je alles behalve je buikspieren aan het trainen. Dus schouders los, span die buikspieren aan. En probeer je nek in het verlengde van je rug te houden. Als je je nek voelt, dan mag. Die spieren die hier zitten, die moeten hun werk doen om je rug of je nek recht te houden. Dus die zijn gewoon aan het werk. Mocht je er echt last van krijgen, leg je hand dan achter je hoofd. En probeer je hoofd te ontspannen. Yes. Zelfde beweging, 8 singles. Pulses bovenin. Bla bla bla, in combinatie met een side plank. Yes, hou mijn tempo aan. Vingertoppen langs je slapen. Maak je klaar, voeten op de grond. Adem nog 1 keer diep in. Adem uit. In 4, 3, 2, 8 singles. Komt ie. 1, 2. Schouders los van de grond. Nek in het verlengde van je rug. 4 keer. 4, 3, 2. 3 pulses bovenin. Let's go. 3, 2, 1. Down. 3. 2. Je komt dus niet helemaal laag. Pas na 3 herhalingen. Pas na 3 pulses. En down. Op. 2. Nou op en hold. Hou vast. Bovenin. Vast. Zakken. Nog een keer. Vast. Handen mogen langs je slapen. Mogen boven je hoofd wat je prettig vindt. En down. Op. Nou, 16 pulses bovenin. There we go. 16. Zo hoog mogelijk. Hou die buikspieren onder spanning. En blijf rustig doorademen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 singles. Let's go. 8. Push. Zo hoog mogelijk. 4. 3. 2. 3 pulses bovenin. 3. 2. Nogmaals krijg je last. Hand achter je hoofd. En probeer je hoofd te ontspannen. Dus ga niet aan je nek trekken. Laatste keer. 3. 2. Op en hold. Vast. Langzaam laag. Nog een keer. Push. En down. Op. Down. Laatste keer. Wat gaan we doen? 16 pulses. Go. 16. 14. 12. 11. 10. 9. Laatste. 8. Oh. 4. 3. 2. 1. En ontspan. Oké, je mag in een schuine plank komen. Maakt niet uit welke kant. We doen allebei de kanten. Benen zijn gestrekt op elkaar. Of je optie is om je onderste been te buigen. We doen een hip lift voor 12 keer per kant. Dus elleboog is onder je schouder. Benen gestrekt of onderste been buigen. Lift je heup en vind eerst je balans. Heupen zijn mooi boven elkaar. Open je borst. 4, 3, 12 pulses. 1, rustig aan. 2, mijn tempo. Up, down. 4 gehad. 5,
En denk je heupen vooral omhoog, niet te veel naar beneden. Hou vast, kom aan, nog 4 keer. 4, en dan ben je er nog niet. 3, 2, blijf hier, hou vast voor 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en wissel. Andere kant, rechter elleboog onder je schouder of je linker elleboog, want het maakt niet uit welke kant we deed. Benen gestrekt op elkaar of je onderste been gebogen. Lift je heupen, vind eerst je balans. Druk je elleboog in de grond. 12 pulsen in 4, 3, 2, let's go. Op, down, op. Benen hou je helemaal gestrekt, er zit geen beweging in. 5, 6, 7, 8. Nog 4, 3, en dan ben je er nog niet. 2, haal bovenin vast, blijf hier voor 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, haal vol, 3, 2, 1, en ontspan. We gaan terug naar die crunches, ook hier doen we 1 blokje van, side plank, daarna ben je van me af. Kun je er weer een dag tegenaan, voeten. Op de grond, vingertoppen langs je slapen. We gaan verder met die 8 singles. Even wachten op de beat. 4, 3, 2, let's go. 8, 7. Zo hoog mogelijk. Dit zijn je laatste crunches, maar 1 blok. 4, 3, 2. 3 pulses. Let's go. It's with great 3. Pleasure I play for Carl. Up and down. It's always such a nice and busy night yes. to play in Ibiza. It's also a little bit different Laatste from Amnesia. Keer. Slightly different crowd. I Let guess up. A little bit up more and English. Fast. And fast. The vibe is always down. Going off. People up. Are so up for it. And down. It's so nice to see techno. Being able laatste, to nou let op like je laatste 16 pulses. Doe maar mee, komt ie. Go, 16, 15. Zo hoog mogelijk. Klein stukje. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schuine plank. Benen op elkaar of je onderste been gebogen. Hou het tempo vast. Lift je heupen. 12 keer, let's go. 1. 2. Zo hoog mogelijk. 5. 6. 7. Misschien kan jij ietsjes hoger. Laatste 4. 4. 3. 2. En hou hem bovenin vast. Blijf hier. 16. 16. 8 tellen. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, wissel van kant. Snelle wissel. Andere kant, elleboog onder je schouder. Lift je heup. Hou vast. 12, duw omhoog. 11. Heel goed, 8 keer. Zo hoog mogelijk. Benen stil. Iets hoger nog 4. 4, 3, 2, op en hop. Blijf hier, 16, 16. Oh, druk je elleboog in de grond, tandjes op elkaar. Je bent er bijna, laatste 8, 8, 7, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Woe. Dit was het, dames en heren. Je full body krachtles. Iets meer dan 35 minuten. Ik hoop dat je voldaan bent. En dat je er weer tegenaan kan. We zijn over de helft van de challenge. Morgen is dag 12 alweer. Ik hoop dat je voldaan bent. Ik hoop dat je je goed voelt. En misschien heb je wel wat spierpijn. Maar ik hoop je desondanks morgen toch te zien. Dankjewel. Geniet van je dag. En tot morgen. Doei.